Nefesh nenacha, Hashomer Shabbat, Abenim Abad, Laen Yerasu, Kemincha Almachavad, Hashomer Shabbat, Abenim Abad, Laen Yerasu, Kemincha Almachavad, Rochev Ba'aravot Melech Olamim Et Amo Lishpot Izen Benaimim B'machalot Arevot B'minem Tamim B'malbush Echavod Zevach Mishpacha Hashomer Shabbat Abenim Abad La'el Yerasu Kamincha Almachavad Shabbat, 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 Benim abad la'el yaratzu kamincha almachavad ha'shomer shabbat benim abad la'el yaratzu kamincha almachavad kol shomer shabbat kadat michalelo hin hachshechibat kodesh goralo ve'im yetze chovat היום אשחילו לאל אדון מחללו מנחה היא לשלוחה השומר שבת הבנים הבת לאל ירצו כמנחה על מחבת השומר שבת הבנים הבת לאל ירצו כמנחה על מחבת חמדת הימים קרו אל יצור ואשרי לתמימים יהיה נצור כתר אילומים על ראשם יצור צור העולמים רוחו במנחה השומר שבת הבנים הבת לאל ירצו כמנחה על מחבת השומר שבת הבנים הבת לאל ירצו כמנחה על מחבת זכור את יום השבת לקדשו קרנו כגבה נזר על ראשו על כן ייתן אדם לנפשו עונג וגם שמחה בהם לא לא משכה השומר שבת הבנים הבת לאל ירצו כמנחה על מחבת השומר שבת הבנים הבת לאל ירצו כמנחה על מחבת קודש היא לכם שבת המלכה אל תוך בתיכם נניח ברכה בכל מושבותיכם לא תעשו מלאכה בניכם ובנותיכם עבד וגם שפחה השומר שבת הבנים הבת לאל ירצו כמנחה מחבת השומר שבת הבנים הבת לאל ירצו כמנחה מחבת Nou, mag ik de host vragen, misschien als iedereen even unmute, kunnen we een groter applaus geven aan Lior die ook meekijkt. Unmute. Ja, niet unmute. Ja. Fantastisch, ja. Snel mute. Dankjewel. Rabijn Katsman, nu staat hij alleen weer bij u open. Ja, oké. Nou, dat
Dat is wel de sfeer van Shabbat hebben we helemaal in, maar nu moeten we daar 25 uur mee verder. Want de Shabbos die moet gaan pas beginnen. Deze Shabbos, de eerste Shabbat na Shavuot, lezen we Parshat Naso, de langste parasha van alle parashiot. En ik wil het hebben over drie psukim van deze hele lange parasha, die bestaat uit 172 psukim. Drie psukim, de psukim van Birkat Kohanim. Misschien heeft u de interview gezien. Leonard Nimoy, de legendarische acteur die Mr. Spock speelde in Star Trek. En hij legde uit hoe hij in zijn iconische handgebaar bedacht heeft. Dr. Spock moest voor het eerst collega-vulkaan ontmoeten. Een menselijk gebaar zou zijn om handen te schudden. In coronatijd mag dat niet. Nou hebben we iets anders bedacht. Knikken, buigje, salueren. Maar buitenaardse wezens moeten iets anders doen. En Nimoy ging terug naar een bijzondere, indrukwekkend moment in zijn eigen jeugd. Het was tijdens de hoge feestdagen. Hij is samen met zijn vader in een oude schoeltje. En op een gegeven moment gaan een aantal heren beklimmen de verhoging voor de Aron HaKodesh. En ze gooien hun talit over hun hoofd. En dat doet zijn vader ook. En zijn vader kijkt zijn zoon vermanend aan en zegt, je moet niet kijken naar de heren die boven staan. Het waren dus de Kohanim. Die waren zich aan het voorbereiden voor het doegenen. Nimoy vertelt, ze begonnen te zingen, maar ze waren geen zangers. En ik kon me natuurlijk niet inhouden en ik moest kijken. En ik zag ze daar staan met hun handpalmen over de gemeente uitgestreken, met hun duimen verder weg van de palm en de middelste en de ringvinger gescheiden, dat elke hand twee W-vormen had. Dat maakte zo'n indruk op me, dat wanneer ik moest iets buitenaards bedenken, was dat wat bij me opkwam. En het was gelijk raak. Een opgestoken hand, vingers uit elkaar, zeggende, live long and prosper. Dus eigenlijk ook inhoudelijk vergelijkbaar met mogen de eeuwige je zegenen en voorspoed geven. Tot de dag van vandaag begroeten elkaar science fiction fans over de hele wereld met Birkat Kohanim. Een gebaar, dat gebaar is ook een zeer populaire emoji. En Nimoy zegt, de meeste mensen hebben geen idee wat het betekent. Ze weten niet wat voor kracht ze werkelijk aan elkaar aan het overgeven zijn. Het is een hele korte tekst. Het is slechts drie zinnen, bestaande uit 15 woorden, maar zeer veelzeggend. De zinnen groeien in omvang, van 3 naar 5 naar 7. Hashem zei tegen Moshe, zeg tegen Aaron en zijn zonen, zo zullen jullie de Israëlieten zegenen. Zeg tegen hen, Yevarechecha Hashem v'yishmerecha. De Eeuwige zal je zegenen en beschermen. Yisa Hashem panav elecha v'yichunecha. Mogen de Eeuwige zijn gezicht op u laten schijnen en u genadig zijn. Ya'er Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Mogen Hashem zijn aangezicht naar u wenden en u vrede schenken. V'samu et shmi al bnei Yisrael v'ani avarechem. Laat ze mijn naam op de Israëlieten zetten en ik zal ze zegenen. De zegen in de eerste zin betreft onze bezittingen. Zoals Rashi zegt, Sheyit barchu nechasecha, dat uw bezittingen gezegend zullen zijn.
niet noodzakelijk dat je veel bezittingen zult hebben, maar dat ze gezegend zullen zijn. Niet dat de mens is gezegend, maar de bezittingen zelf zijn gezegend. Zoals verteld wordt van haar aartsmoeder Sarah, dat er was een zegen in haar brood, dat ook een kleine hoeveelheid verzadigend was. De bescherming dat daarop volgt, betreft ook de bezittingen. Hier verschilt een goddelijke geschenk van een menselijke. Wanneer mensen elkaar iets schenken, brengt het soms meer zorgen dan genot met zich mee. Nu moet ik een brandkast bouwen. Nu moet ik een alarmsysteem installeren. Hashem belooft ons dat we geen zorgen zullen moeten maken. Lo yabo alecha shodedim. De overvallers komen helemaal niet bij jou in de buurt. Yisa Hashem panav, Ya'er Hashem panav elecha. Dat hij zijn gezicht op u laat schijnen. Dat betreft een andere soort rijkdom. Wanneer straalt iemands gezicht? En ik bedoel niet een kassière die beleefd met een glimlach je begroet. Of een stewardess die je op de vliegtuig verwelkomt in niet-coronatijden. Maar echt stralen, dat is bij echte blijdschap. En spirituele voldoening. En plezier en genoegen dat niet van materiële aard is. Hashem beleeft zo'n plezier wanneer ons gedrag is een van gunst en genade. Dus wie guneka is niet hij zal je genadig zijn, maar hij zal u genadig laten zijn. Je gedrag zal genadig zijn en dat zal zorgen voordat zijn gezicht schijnt. De laatste bracha komt voorkeursbehandeling voor. In de Gemara wordt verteld dat de engelen zich beklaagd hebben bij Hashem. U zegt in de Torah, Chumash Devarim, lo yisa panim velo yikach shochat. Hij erkent geen aanzien en hij is niet om te kopen. En hier in Birkat Kohanim lezen we Yisa Hashem panav elecha. De Eeuwige zal zijn aangezicht naar u wenden. Spreek u zelf niet tegen. Waarop Hashem antwoordt, kijk hoe graag het Joodse volk brachot zeggen. Kijk hoe graag zij willen benchen. Volgens de Torah-wet is men niet verplicht om te benchen, zolang dat men niet verzadigd is. Ve'achalta, ve'savata, uve'rachta. Pas nadat je verzadigd bent, dan moet men benchen. Wanneer heeft een Jood genoeg gegeten? Wanneer is men verzadigd? Nooit. En toch zullen ze benchen, zodra dat een kazayit of een kebetza, een hoeveelheid van een olijf of van een ei, gaan ze gelijk benchen. Nou, vandaar dat ik hun ook graag moet benchen. Dames en heren, het zijn niet alleen Kohanim die kunnen benchen. Ieder van ons heeft de mogelijkheid en de gave om te benchen. En vandaar dat ouders deze tekst inderdaad gebruiken om hun kinderen te zegenen op vrijdagavond. Bij een bar of bat mitzvah wordt vaak dezelfde tekst ook voorgedragen onder de chuppa. En feitelijk elke ochtend, direct na het uitspreken van Birkot HaTorah, de bracha voor het bestuderen van Torah, lezen we die tekst van Yivarechecha Hashem v'yishmerecha. Het is niet alleen een leertekst, het is ook een benchtekst. Iedere volk heeft zijn eigen kroonjuwelen. Als u in Londen bent, dan kunt u de Tower of London bezoeken en daar ziet u inderdaad de kroonjuwelen, de crown jewels. In Amsterdam zou ik zeggen dat misschien de nachtwacht de plaats van de kroonjuwelen inneemt. In Den Haag hebben we een boogie-woogie. Wat zijn onze kroonjuwelen als Joodse volk? Gaat u naar Jeruzalem, naar het Israël Museum,
wat is daar zo prominent aanwezig en wat neemt zo'n belangrijke plaats in? Heichal HaSefer, het schrijn van het boek. Wij zijn het volk van het boek en wij koesteren de oude geschriften. De oudste van alle Tanach-teksten, die fysiek tot de dag van vandaag bewaard is gebleven, is een kleine zilveren rol, niet meer dan een centimeter lang. Het is gevonden in 1979. De archeoloog Gabriel Barkay was een gebied dat heet Ketef Hinnom aan het onderzoeken. Net buiten de muren van Jeruzalem. Het leek op een begraafplaats. En een 13-jarige jongen, die aan het helpen was, ontdekte dat er onder de vloer van een van die grotten een verborgen kamer was. En daar waren 1000 oude artefacten. Waaronder deze rol. Het was ook kwetsbaar dat het duurde 3 jaar om een manier te vinden om ze uit te rollen zonder dat ze uiteenvielen. Uiteindelijk bleek het kemeot, amulet, een kemea, een amulet te zijn, met Birkat Kohanim daarop. Wetenschappelijk gedateerd in de 6e eeuw voor de gebruikelijke jaartelling. Dat is dus de tijdperk van Jirmiyahu Hanavi, de laatste dagen van de eerste Beit HaMikdash. De vindplaats heet Ketef Hinnom. Eigenlijk Gehenom. Men gelooft dat dat was een plaats, het lijkt op een begraafplaats. Er zijn zoveel stoffelijke overschotten dat men denkt dat dat in de Canaanitische tijdperk een tempel, een soort tempel was, waar mensenoffers gebracht werden. Hel op aarde. En daar, in die plaats, is Birkat Kohanim gevonden. Deze zegen heeft de test van tijd overleefd. Het is 2.500 jaar oud. Het heeft de test van de ruimte overwonnen. Van de laagste plaats waar een mens kan vallen. In de plaats van waar mensen geofferd werden. Vandaar doet deze rol een oproep. Zegen elkaar. Deze zegen bevat in zich alles wat we nodig hebben. Ook speciaal in deze tijd. Met alle crisissen waarmee wij nu te maken hebben. Ik zeg meervoud crisissen. Want deze bracha geeft een antwoord op ze allemaal. Op fysieke gezondheid. Bescherming en behoedzaamheid van allerlei negatieve overvallers. En bovenal vrede dat gekoppeld komt met een erkenning van een eigen waarde dat ook in de omgeving om je heen uitstraalt. U zegt misschien, de rabbijn die neemt een loopje. Met 15 woorden heb je heel veel gevonden. Waar zie ik dit allemaal in die 15 woorden? Ik zal het u uitleggen door eerst 2 andere vragen te stellen. Nummer 1. Als inderdaad iedereen deze bracha mag en kan geven, waarom heet het dan Birkat Kohanim? Wat is de bijzondere link voor de Kohanim? Nummer 2. Waarom, wanneer de Kohanim inderdaad doegenen en de bracha voordragen, zeggen ze eerst de bracha Asher kidishanu b'mitzvotah b'tzivanu levarech et amo Asher kidishanu b'kdushotah shel Aharon b'tzivanu levarech et amo Yisrael ba'ahava, die ons geheiligd heeft en opgedragen heeft om het Joodse volk te zegenen ba'ahava, met liefde. Dit is de enige bracha waar ook een emotie genoemd wordt. Deze Shabbat beginnen we opnieuw Pirkei Avot van het eerste hoofdstuk. Daar lezen we ook Hevei mitalmidav shel Aharon,
Ohev shalom, rodev shalom, ohev et habriyot, umekarvan la Torah. Behoort tot de leerlingen van Aaron. Hou van vrede, spaar geen moeite om vrede na te streven en houd van je medeschepselen en breng ze dichterbij de Torah. Wie een leerling van Aaron is, wordt ook een kind van, als een kind van Aaron beschouwd. De Torah zegt, Daber el Aaron wel banav, kote varechu het bnei Israël, spreekt tot Aaron en zijn kinderen. Zo zullen jullie het Joodse volk zegenen. Dat geldt eigenlijk ook voor de leerlingen van Aaron. Wie in de wegen van Aaron volgt, wie de voorbeeld van Aaron volgt. Die spreekt ook, die de levenslessen van Aaron toepast. Die is in staat om de bracha van Aaron en zijn zonen uit te spreken. En ahava, liefde, is hier voorwaardelijk. Ik vraag u, waar in de Torah vinden we het werkwoord ahava voor het eerst? Het is in Bereshit, maar niet in de eerste 10 hoofdstukken en ook niet in de eerste 20 hoofdstukken. In hoofdstuk 22, pasuk 2, waar de Torah vertelt over de Akedat Yitzchak. En Hashem zegt tegen Abraham, neem je zoon, het bincha, het yichidcha, asher ahavta. Het kind van wie je houdt. Dus hier wordt niet gesproken over het ervaren van liefde. Maar hier wordt gesproken over de actieve vorm, het geven van liefde. Ahavta, van wie jij houdt. De tweede keer dat we het woord ahava tegenkomen is... twee hoofdstukken verder, in hoofdstuk 24, pasuk 67, wanneer Yitzchak Rivka leert kennen, en wat de hiloli isha, en hij is met haar getrouwd, bij Yahweh. Hij nam haar als vrouw en hij hield van haar. Voordat je de actieve vorm van houden van kunt tegenkomen, moet er eerst zijn, moet je eerst liefde ervaren. Voordat Yitzchak liefde kon geven, moest hij eerst liefde ontvangen. Het was pas nadat Yitzchak heeft ervaren dat Abraham van hem hield, was hij in staat om ook van anderen te houden. En ik denk dat dat ook in deze tijd een zeer belangrijke middel is om shalom, om vrede en ahava en liefde en respect voor elkaar te kunnen beleven. Om je medemens te kunnen waarderen en respecteren voor zijn intrinsieke waarde, namelijk Tzelem Elohim, in het evenbeeld van God, moet men zichzelf ook kunnen waarderen en respecteren als een Chelek Eloka, als een vonk van goddelijkheid. Ik wil niet met een politieke statement sluiten, maar ik ben zelf Amerikaan. Ik volg de gebeurtenissen daar nauwlettend. Ik heb het ook meegemaakt in 1991 met de Crown Heights riots. En de oplossing lijkt zo voor de hand liggend, maar niemand kijkt ernaar. Als je wil respect, wederzijds respect, en wederzijds erkenning kunnen beleven, moet in het onderwijs geïnvesteerd worden. Mensen moeten beseffen wat hun eigen intrinsieke waarde is. Als iedereen beseft dat wat maakt mij zo bijzonder, het feit dat ik ben, Bezalem Elohim bara oto, ik ben geschapen door HaKadosh Baruch Hu. Ik heb een taak in het leven. Ik heb een doel in het leven. Als ik dat besef van mijzelf, dan is het een hele kleine stap om te onderkennen dat mijn medemens dezelfde intrinsieke waarde bezit. V'yasem lecha shalom. Moge Hashem u allen met vrede en
voldoening wensen. Amen.